Iedereen, leuk je weer kijken naar Anders Games. Vandaag ga ik een paar minigames doen op de Hypixel server. En ik maakte per ongeluk een screenshot. Ik wou op F1 drukken en toen drukte ik per ongeluk op F2 en maakte ik een screenshot. Staan hier allemaal mensen te springen? Hallo? Ik weet niet wie jullie zijn, maar hallo? Hallo? Ik zeg wel even, yo! Ik ga vandaag dus eventjes minigames doen op de Hypixel server. En in deze video ga ik ook wat vertellen. Ik heb namelijk... ik krijg superveel vragen over... mijn schoolverhaal. Heel veel mensen zijn blijkbaar benieuwd naar mijn schoolleven. Want zoals sommigen van jullie weten, ik verander even snel mijn controles. Is dat nogal wat gedoe bij mij geweest? Niet iedereen weet dat, maar ik dacht ik vertel het even allemaal gewoon in een video terwijl ik even een minigame speel. En ja, dan is het gelijk voor iedereen duidelijk. En dan hoop ik dat ik er niet zoveel vragen meer naar krijg. Dan weet iedereen het en bla 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 bla. Ik zit even te denken, wat zou ik gaan doen? Ik denk dat ik een TNT runnetje ga doen. Ik join 1-1. Nou, joint was wel iemand mee. Oh, dat is B. Gatfreak. Oh nee, die haat ik niet. Ik haat C. B, die is wel leuk. Maar ja, ik ga dus vandaag vertellen over mijn schooldingetjes. Nou, zoals sommigen van jullie nu weten, ga ik nu niet meer naar school. Dat is sowieso ook bij mijn zomervakantie. Ik heb ook al vrije dagen, maar... ja, eigenlijk moet ik soms nog wel naar school. Maar nou ja, oké, laat ik het gewoon even helemaal... Ik begin eventjes helemaal vanaf de eerste klas. Vanaf dus de eerste klas tot de middelbare. Dat was in 2009. Toen ik daarheen ging. Nou, in de eerste, dat was gewoon een normale middelbare schooljaar. Voor mij gewoon zoals iedereen, denk ik, normaal op de middelbare school. Ja, ik had wel onvoldoendes. Maar die heb ik dan eind van het jaar in een toetsweek allemaal opgehaald. En toen ging ik dus gewoon over. Ik deed toen MAVO. Dus toen ging ik over naar de tweede van MAVO. En in dat jaar... Ja, dat was een beetje een naar jaar voor mij. Ik had echt een klas en dat vond ik echt helemaal niet leuk. En ik werd ook een beetje gepest toen. Niet heel erg of zo, maar... mensen deden wel vervelend tegen me. En ik had niet echt vrienden zo in de klas. Dus ik vond het niet zo leuk, zeg maar. En mijn render distance staat nog op short, merk ik. Dat is wat minder. Shit. Maar toen ben ik dus... Omdat ik het niet zo leuk vond allemaal. En sowieso, ik vond... Ja, ik weet niet. In de tweede kreeg je er ook meer vakken bij. En toen hadden we er volgens mij 12. Nou ja, ik vond het gewoon te veel. En ik hou niet van dat veel leren en zo. En dat moest daar echt wel. En het zat niet zo mee in de klas. En ik vond de les tof en alles. Helemaal niks. Dus toen had ik onvoldoendes en ging ik niet over. En nou ja, ik ging wel over naar de derde, maar ik ging dus een niveau lager doen. En dat was VMBO kader. Dus dat is één lager dan MAVO. Hier tenminste. En toen ging ik dus ook naar een andere school. Want op mijn school waar ik toen zat had je geen VMBO kader. Dus ik moest naar een andere school die daar wel heel erg in de buurt zat. Nou ja, oké. Toen kwam ik daar in de derde en toen deed ik ICT. Want je moest een beroepskeuze doen. En ik koos ICT. Nou ja, dat jaar was gewoon ja, een leuk jaar voor mij. Ik had toen een leuke klas. Iedereen mocht ik wel en iedereen mocht mij wel gewoon leuk, weet je wel. Maar wat toen het probleem was in die klas... Ik had wiskunde en natuurkunde. Wiskunde heeft iedereen, natuurkunde weet ik niet. Maar voor wiskunde stond ik iets van een 5, jeetje, wat zou het zijn? Een 5,3 of zo. Echt zo op het nippertje. Als je 5,5 had, dan was het voldoende. Maar ik zat echt op het nippertje. Dan, ja, ik weet niet. Het zat gewoon op het nippertje. Het wou niet lukken. En met natuurkunde, dat was echt de hel. We hadden een docent, die was er nooit. En daardoor hebben we echt een half jaar natuurkunde toen gemist. En ja, ik stond er heel slecht voor. Ik stond iets van een 2 of zo. En die docent die was er heel vaak niet. Dus eigenlijk is het niet echt mijn schuld. Maar ja, ik stond wel om 2. En daardoor ben ik toen niet overgegaan. Dus ja, dat was wel jammer. Als dat er niet was of als die docent er vaker was... dan had ik misschien wel over kunnen gaan. Maar ja, toen bleef ik dus zitten in de derde. Want ik kon ook een niveau lager weer gaan doen. Dus dat ik naar de vierde ging en dan VMBO basis ging doen. Maar dat wou ik niet, want dat vond ik te laag. En bla bla bla. Nou, ik bleef zitten in de derde... op VMBO kader, maar ik moest wel een andere beroepsrichting gaan doen. En dat had te maken met dat er nog iemand in mijn klas zat die ook bleef zitten. En ik mocht niet bij diegene in de klas blijven. Dus diegene die mocht wel ICT blijven doen. En ik moest dus een andere richting gaan doen. Alleen omdat er dus iemand was waar ze mij niet mee in de klas wouden zetten.
Dus ik moest gewoon iets anders gaan doen, omdat ze niet wou dat ik bij iemand in de klas kwam. Nou, heel erg onzin dus, want daardoor kon ik dus niet doen de richting die ik leuk vond om te doen. Dus ik moest iets anders gaan doen. En nou ja, er kwam toen een nieuwe opleiding of zo. En ik vond het echt helemaal... Ik ging het doen, ik dacht dat het leuk zou worden, maar het was echt helemaal niks. Het was echt met knutselen en tekenen en dingen maken, hout zagen en zo. Ja, zulke dingen een beetje. Het is echt niks voor mij. Want ik ben echt... Als ik iets haat, is het dat. Dus dat werd gewoon helemaal niks. Maar ja, ik deed het wel. En ik dacht, nou ja, oké, dit jaar kom ik wel door. Maar toen, de helft van het jaar... Toen besloten mensen mij ineens heel erg te gaan pesten. En waarom? Ik weet het niet. Ik was in de klas altijd al een beetje de buitenstaander, zeg maar. Want we hadden toen een klas van 12 mensen of zo. Dat is echt heel weinig. En het was gewoon één groep, zeg maar. En ja, als je daar buiten valt, dan ben je fucked. Dan val je er gewoon buiten. En ik hou het trouwens echt lang vol. Oh nee, daar ga ik. Shit. Oké. Maar ik viel er dus buiten. En er was nog een meisje. Die viel er ook echt helemaal buiten. En die werd ook echt heel erg gepest. En die is toen uiteindelijk van school gegaan, zelfs. En niet meer teruggekomen. En toen werd ik het slachtoffer, blijkbaar. Waarom? Nobody knows. Ik werd het gewoon. Ik weet het niet. En omdat ik altijd al best wel stil was en zo en verlegen, was ik blijkbaar nu het slachtoffer. Er is ook nog een andere jongen die werd ook best wel gepest. Die viel ook helemaal buiten de groep. Maar die, ja, daar ging ik ook niet echt mee om of zo. Want ik weet niet, ja, ik ging er gewoon niet mee om. En nou ja, toen dat jaar, ik had er dus helemaal geen zin meer in. Want ik werd gepest. En ik ben toen in, wat was het? Ik denk april of mei. Ben ik gestopt met school. Omdat ik het gewoon... Ja, ik vond het gewoon echt niet meer leuk. Ik vond gewoon... Ik wou er gewoon niet meer zijn. Ik voelde me daar niet fijn. En ja, ik weet niet. Ik wou het gewoon niet meer. En dat betekent dus... Ik zat toen dus voor de tweede keer... Shit, daar ga ik. Oh, ik was echt nog als laatste over. Ik zat dus toen voor de tweede keer in de derde. En ik kon dus niet nog een keer blijven zitten. Dus wat mijn opties waren... Was naar de vierde klas... En dan niveau lager dus, basis. En dan had ik dus het jaar eigenlijk helemaal voor niks gedaan. Of ik moest naar mbo. Dus dat is dat je gaat studeren, mbo niveau 1. En wat koos ik? Ik koos om naar mbo te gaan. Want ik wou niet op de school blijven. Ik vond het er gewoon echt, ja, weet je... Ik vond het er gewoon niet leuk. En het was ook niet alleen in mijn klas dat het gebeurde, dat mensen mij gingen pesten. Het was gewoon ook... In heel de school, zeg maar. Ook gewoon mensen die niet in mijn klas zaten, die ik helemaal niet kende. Door mijn klas, die ging ook met anderen om. En die zeggen dat weer tegen elkaar. En die doen weer met elkaar mee. En nou, je weet het wel. Dus ik ging van die school af. Ik ben toen naar mbo gegaan. Dat is dus in 2013. Dus dat is dit schooljaar nog. Ik moest eigenlijk naar mbo niveau 1. Maar met heel veel geluk kon ik naar mbo niveau 2. En dat doe ik dus nu. En ik moest toen wel een ICT-opleiding doen. Nou, ik dacht, oké, ja, ik vind ICT op zich wel leuk. En ik werd dus eigenlijk aangenomen op niveau 2 ICT. Puur omdat ik een meisje ben. En ze hebben geen meisjes op die opleiding. Dat was de enige reden dat ik werd aangenomen daar. Als ik een jongen was, dan kon ik naar niveau 1 gaan. Want shit, dan wouden ze het niet. Dat is eigenlijk best wel een beetje raar eigenlijk. Ik werd aangenomen omdat ik een meisje ben. Maar anyway. Ja, de opleiding die bleek me toch niet echt te liggen. Ik ben wel geweest gewoon, heel het jaar. Gewoon school gegaan, opdrachten gedaan. Ik heb mijn stage gedaan. Maar ja, weet je, de ICT-opdrachten, het lag me niet echt. En ja, het is gewoon niet mijn ding. En niet mijn interesses. En als je iets niet leuk vindt, echt helemaal niet leuk vindt, dan lukt het ook meestal gewoon niet. Dan kan je je best doen wat je wil, maar dan wil het gewoon niet lukken. En dat was mijn probleem. En de laatste tijd, dus ik denk sinds januari of februari of zo, dit jaar, 2014, werd het ook een beetje naar. Ik vond het minder leuk worden in de klas. Ik weet niet, we gingen wat minder leuk met elkaar om. Of het was tegen mij dat iedereen anders tegen mij deed of zo. Ik weet het niet precies, maar het werd gewoon minder, wat niet zo leuk meer. Toen kreeg ik ook geen zin meer om naar school te gaan. Want ja, ik vond het in de klas niet meer echt geweldig, leuk. En ik vond het school zelf helemaal niet leuk.
Dus ja, en toen uiteindelijk, ik had niet al mijn opdrachten af. Al mijn projecten zijn het dan, had ik niet allemaal af. En ik had voor sommige onvoldoende. En dat betekende dus dat ik een no-go kreeg voor mijn examen. Want ik doe een eenjarige opleiding. Die eindigt dus dit jaar. Dus over een maand of zo, denk ik. Of een paar weken. En ik heb een no-go voor mijn examen. En dat betekent, je kan een go krijgen of een no-go. En een go, dan mag je examen doen. Een no-go mag je helemaal geen examen doen. Dan mag je het niet eens proberen. En dat heb ik. Dus ik mocht mijn examen niet doen. Shit, ik lek. Shit, oké. Ik mocht mijn examen helemaal niet doen. Niet eens proberen. Dus, ja, ik heb nu alsnog geen examen kunnen doen. En alsnog geen diploma. En ja, weet je, ik kon ook nu deze video beginnen met, ja, ik doe mijn schoolverhaal. Ik heb geen middelbare schooldiploma en ik heb geen mbo-diploma. En ik heb mijn studie allemaal niet afgemaakt. Het enige wat ik heb is een basisschooldiploma. Shit. Daar kon ik de video mee beginnen, maar dan denken jullie natuurlijk, en dat lijkt natuurlijk best wel logisch. Ah, Bo is dom, Bo, die kan niks. Bo is mislukt, weet ik hoe jullie denken. Maar ja, het... Eigenlijk, ik ben helemaal niet... Ik weet ook van mezelf dat ik helemaal niet dom ben. Want in de eerste en zo, het ging al goed op school. Want ik kan het ook gewoon. Ik had ook HAVO-advies. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. En ja, nou ja... ik heb er gewoon geen motivatie meer voor school. En het kan dat ik de opleidingen die ik tot nu toe allemaal heb gedaan... Die lagen me allemaal niet. Dus dat is sowieso al een ding. Maar ook... ik weet niet, het schoolgevoel, het ligt me gewoon even niet meer. Ik heb er gewoon geen motivatie voor. Elke keer als ik een schooljaar begon, dan was het zo van, oké, dit jaar ga ik het wel doen. En dan rond december of zo, of november, dan was ik er gewoon klaar mee. En dan kwam het ook gewoon niet meer. Begin van het jaar gaat het altijd supergoed. 8, 9's haal ik. En dan zijn we verder in december, januari. En dan gaat alles roep naar beneden in zijn lijn. En dan wil het gewoon niet meer. En dan gaat aanwezigheidslijst ook zup naar beneden, want dan ben ik er heel vaak niet en dan vind ik het gewoon niet leuk. En ik heb echt veel gepraat. Ik wou moker en holy shit tegelijk zeggen, maar dat, wat de hel. Maar ja, daarom ga ik nu niet meer naar school. Na de zomervakantie ga ik ook niet meer naar school. Ik ga niet een nieuwe opleiding zoeken. Ik ga niet een nieuwe school zoeken. Ik ga het gewoon niet doen. Want eigenlijk wou ik dus na deze opleiding, als ik die had afgerond, sowieso stoppen en had ik een diploma. Maar nu stop ik dus zonder diploma. En ja, ik ben nog leerplichtig, want ik ben 17. Tot februari ben ik nog leerplichtig, want dan word ik 18. Maar weet je, ik ga het gewoon niet meer doen. En dat ik leerplichtig ben, dat is dan maar even heel jammer. Maar ja... Ja, nou, ik heb mijn schoolverhaal gedaan. Ik weet niet of ik... Ik denk dat ik later of zo, misschien als ik... 18 ben of 19 of 20 of zo, dat ik misschien wel iets nog ga doen. Iets van een cursus of ik denk iets van een cursus of zo. Of zo'n opleiding waarvoor je die je gewoon waar je gewoon mee kan beginnen. Dat je gewoon voor iets studeert. Bijvoorbeeld iets met film of editen. Weet je wel, iets wat ik waaraan wat ik ergens dat ik er iets aan heb. Want ik ga natuurlijk door met YouTube. YouTube, dat wordt nu mijn fulltime dingetje. Hier ga ik dus elke dag mee bezig zijn. Ook na de zomervakantie. En hier ga ik proberen verder in uit te breiden. En ja, dan moet ik het maar hopen dat ik het hiervan kan doen. En hoe het verder met mijn school en dingen gaat, I don't know. Maar ja, weet je, dat ga ik me nu ook niet druk over maken. Iedereen staat voor me, I don't know why. Maar jongens, nu weten jullie in ieder geval een beetje wat mijn schoolleven is. Want heel veel van jullie waren benieuwd naar mijn schoolverhaal. En als jullie er niet wisten, dan weten jullie het nu ook weer. Maar ja, oké, ik heb verder eigenlijk niks meer op toe te voegen. Als je nog vragen hebt of zo, laat het maar achter in de reacties. Dan beantwoord ik het gelijk. Dan is alles in deze video, alles helemaal klaar ermee. En wat kan ik verder nog zeggen? Dit was denk ik de video. Ik heb weer een potje CNT-run gedaan, bijna gewonnen. Niet helemaal, maar... Oké, dit was dus eigenlijk een hele, eigenlijk meer een soort vlog. Maar ik dacht, ik maak er toch een game video van. Dan heb ik alles in één. En ja, jongens, hopelijk zijn jullie nu blij dat jullie het nu weten en is jullie vraag beantwoord. En jongens, doe natuurlijk een duimpje omhoog voor mijn verhaal. Het is zo'n drama, echt zo alsof ik mijn levensverhaal aan het vertellen ben. Maar doe een duimpje omhoog voor de video en doe gewoon een duimpje omhoog. En als je het niet leuk vond, doe dan nog steeds een duimpje omhoog. En jongens, ik zie jullie de volgende keer weer en dan weer gewoon een normale gamevideo zonder verhaal van mij of zo. Jongens, doei!
Doeg!